Ik ga even laten zien hoe je een programma van de microbit op de microbit zet. Je hebt hier je programma gemaakt. Dan ga je hier naar onder toe en dan typ je een titel. Zeg je mijn gezicht. Druk je op opslaan. En dan gaat hij automatisch het programma voor je downloaden. Je kan ook op downloaden klikken, dan downloadt hij hem ook. En dan zul je hieronder zien dat hij gedownload wordt. Dan ga je naar je map waar je downloads staan. En dan zie je hier een bestandje microbit en dan mijngezicht.hex. Het kan zijn dat je een heleboel bestanden al in je map hebt staan. Dan moet je even goed zoeken. Vervolgens pak je je microbit en het kabeltje wat erbij zit. En je aan de bovenkant hier zie je een aansluiting voor USB. Daar sluit je het kabeltje op aan. Je moet even goed kijken, want hij kan maar op één manier erin. Je sluit hem erop aan en dan steek je hem met de grote USB-kant in de computer. En dan zul je zien dat hier in de zijkant komt de microbit staan. Dan komt hier eerst een melding. En hier in de zijkant staat dan microbit. Je pakt je code en die sleep je naar de microbit toe. Dan laat je hem los. En als dit balkje dan helemaal voltooid is, dan mag je hem de microbit uit de computer halen. Je haalt hem uit de computer. Je pakt de batterij erbij. En die heeft zo'n wit aansluiting dingetje aan de bovenkant. En die kun je hier aan vastklikken. Past hem maar op één manier in. Als het goed is, doet je programma het dan.